deze video. Dit is vandaag vrijdag 11 september. Ik heb hier mijn pakketjes gekregen. Mijn telefoontjes zullen hierin zitten. Nog niet allemaal, denk ik, maar wel veel. Ik ga ze gewoon openmaken. Dit zal waarschijnlijk alleen één deel zijn. Oh, dit is amazing veel gepakt. Dit is mijn oudersje. Ik haal deze er even uit. Zo, wat heb je al nodig voor eigen? Ik leg ook schaarlen klaar. Dit is het eerste pakketje. Eerste. Ik ga zien wat hierin zit. Ja, zo gewoon eigenlijk zo wat uit China. Even openmaken met schaar. Tada. Zo. Het moest ook wel een beetje een paar rare zijn. Als ik het zelf al weet. Dit is een rapport. Een sushi erop. Zo. Wow. Zo zit deze in mijn telefoon. Sushi. Nou ja, het ziet er op zich wel leuk uit. Sushi. Ik denk echt dat je een sushi verpakking op de achterkant heeft. Ik kan er kijken. Ja, hij gaat er ook wel makkelijk weer af. Dus ja, die is gebeurd. Naar de volgende. Uit de zak. Weer eentje. Oh. Ik moet dit wel. Oh, ik heb nog een eitje. Oh, ik zit zo. Roze. Roze. Het is deze roze. Hij is ook echt cute. Lekker zacht. Ik ga deze er even omheen doen. Kijk nou, wat leuk. Wat deze? De landtegroep. Ik weet het wel goed gekeurd. Het is heel moeilijk open te maken, dus met schaars handiger open. Zit er? Jee, dit is het vliegticketboekje die ik echt wou hebben. Oh, so cute. Er zit ook nog zoiets bij, geen idee waarvoor het dat geldt. Maar zo. Maar tada, deze is op New York. Zien hoe deze eruit ziet. Als ik het eromheen stop. Oh wow, so cute. New York. Toen vliegde ik het met New York erop. Ik heb deze ook in Sydney en Chicago en Miami. Dus deze en Miami. Deze is goed gekleurd. Als het gewoon niet meer veel in. Maar als zij apart besteld, deze, zitten niet bij elkaar. Dus ik had dat alleen deze is, dat andere nog laten komen. Ongrippen. Sjak. Zit strak gepakt, deze. Oh. Nee. Handig. Oh. Deze ga ik maar liefst zo opknippen.
Oh, wat is die hierin? Die heb ik ook gehad. Oh, hij is zacht. Hij heeft zo'n... Oh, ik dacht dat dat hard was. Het is een soort van jelly-achtig. Iets van jelly-achtig. Kijk. Er hing nog zo'n poortje erbij. Bij je afwaskanaal omheen hangt. Weet ik niet, maar het is ook zo cute. Kijk dan, zo cute. Zo zacht. Oh, deze is, I love it, my favorite tot nu toe. Deze is sowieso goed gekeurd. Hij gaat er ook makkelijk af. Als je deze gewoon bij de onderkant eraf trekt, gaat hij er heel makkelijk af. En dan hebben we hier nog een laatste. De allerlaatste. Ja, ik denk dat deze weet welke het gaat zijn. Is niet... Als ik het kan openstellen, kan die kiezen welke ik om het dicht van doen. Maar ja, ik ga sowieso niet voor sushi vragen of zo. Het is niet echt leuk. Die had zo'n trots op met een sushi telefoontje. Ja, ik heb hem open. Oh nee, dat is niet de spits. Ik dacht, oh deze gaat er niet in de spits zijn. Maar het is hem niet helaas. Maar het is wel dit. Leuk. Zachtige hoesje. Kijk hoe groot deze is. Te big. Dit is echt een big fles, jongen. Kijk. Dit is ook leuk. Zo'n leuk telefoon. Leek echt alsof dat je telefoon nu een stuk kleiner is. Kijk, als ik hem ga appen. Kijk. Oh ja, bijna. Bijna komt het videoclip voor Campus 12. Kijk, dan heb je ook nog een geluidje. Als het zachter kan je deze nog dempen. Oh, dit is zo cute. Maar ja, we're niet mee in het openbaar zo willen ontlopen. Het is eigenlijk een soort flesje bij water. Deze is sowieso goed gekeurd. Hij is wel een beetje slapjes en zwaar. Oké. Dus ik heb er nu 1. Deze water. 2. Ik heb de sushi. De sushi special is juist een beetje vervormend. Maar als je erin zit, is die best goed. Sushi. Ik heb deze met dat lam erop. Ook zo juicy. En ik heb deze. Deze. De New York, de Chicago, de Miami en de Sydney komen nog. Maar die zaten niet bij deze afbeeldingen tussen. De New York was apart, dus die komt nog. Zeker omdat ik echt gek ben op New York. En zeker omdat Sydney, kijk ik het programma waar het altijd is opgenomen. Sydney voor mij is sowieso oké. En New York. En ja. Miami, daar is ook gewoon wat ik kijk opgenomen. En ja. In Chicago ook eigenlijk. Dus het leek mij wel leuke landen daarvoor een vliegticketje te hebben. Zo cute als die om je telefoon zit. En deze met deze hartjes. Hartjes, katten, rippeltjes. Zo leuk, zo cute ook. Hier zou ik al mee naar school kunnen lopen. Hier ook wel mee. En hier mee. Hier niet mee. En die dan helemaal niet mee. Zo groot. Dus ja. Ik ga deze nu eens omdoen. Met deze hartjes voor bubbels.
kijken. Dat is tegelijkertijd ook zo'n zacht kontje. Zij wel hard. Zij wel hard. Maar je kunt ze wel lekker makkelijk indrukken. Ja, die gaat zo makkelijk uit. Echt makkelijk. Veel pekkoesje. Heel handy. Ik kan ze lekker op klikken. Dat ze klik is pijn. Alleen gaat deze een beetje stroefjes af. En dat komt door die hartjes. Deze hartjes gaan zo wat soever af. Omdat die natuurlijk ietsjes harder. Harder zijn. Zo. Ja. Dit zijn ze in ieder geval leuk. Ik zal deze nog eens omdoen. Wauw, zo amazing, zo amazing. Het zakje is leeg. Ze hebben het toch sneller verstuurd, want ik heb geen beeld gehad dat ze onderweg waren, niks. Dus deze is super leuk. Het hartje zit cute en die zit ook heel cute. Deze wou ik zo graag toen ik het zag, dus toen wou ik al een paar van deze hebben. Ze zijn allemaal hetzelfde. Het ziet allemaal hetzelfde uit, maar sommige andere verkopers. Dat New York heb je daar de NASA, de Max Filter, de JFK. Is, ja, en af wat ik je op is gewoon staat bij New York. En te cute. Wie dat er nu met sushi om je telefoon. Nee. Zo'n grappig idee. Wat een raar hoesje is. Die is echt heel raar. Sushi. Ik hou er niet eens van. Deze spotter. Ik vind die zo groot. Zo groot als sponsor. Die is wel lekker zacht. Ik kan het wel lekker zo kleveren. Maar die is ook voor de Max. Ja, die is ook 11. Iemand mijn tekens. Ja, ik kan het echt niet zien. Maar hier heb je 11 mijn tekens. Achter staat de Max. Precies voor de Max. En ze potten ook allemaal gelukkig. Ik zal deze allemaal. Opruimen. Weg. Wat is hier anders op je neer? Zo. Dit was het eerste deel. Komt dan zeker het tweede deel. Of misschien ook nog het derde deel. Dit was het.